De eerste componist die de spits mag afbijten in het alfabet van de minder bekende componisten is Emanuele da Storga. Hij werd in 1680 geboren in Sicilië. Naar verluidt zou zijn vader, een baron uit Sicilië, actief hebben deelgenomen aan de poging om een einde te maken aan de Spaanse bezetting. Maar werd hij verraden door zijn eigen soldaten en publiekelijk geëxecuteerd. Emanuele en zijn moeder werden gedwongen om toe te kijken. Zijn moeder overleed ter plekke en Emanuele werd zwaar depressief door deze traumatische gebeurtenis. Door toedoen van Marie-Anne de la Trémoille, prinses van Ursini, werd de jonge man in een klooster in Astorga in de Spaanse provincie León opgenomen, waar hij zijn muzikale opleiding voltooide, die hij begonnen was in Palermo bij Francesco Scarlatti. In het klooster herstelde zijn gezondheid en werden zijn bewonderenswaardige muzikale talenten gecultiveerd. Opmerkelijk, zijn echte naam kennen we niet. Hij ontleent zijn naam dus aan het klooster waar hij naartoe werd gebracht, in Astorga. Emanuele da Storga zou in 1703 in dienst getreden zijn van Francesco Farnese, de hertog van Parma, al bestaat daar geen zekerheid over. Het weinige dat met zekerheid over da Storga bekend is, is dat zijn opera Daphne in 1709 opgevoerd werd in Barcelona. Ook staat vast dat hij Londen bezocht, waar hij zijn beroemde Stabat Mater componeerde, en dat hij in 1712 in Wenen was. Hij trok naar Bohemië, Tsjechië dus, en zou in 1736 overleden zijn in het kasteel van prins Lobkowitz. Maar volgens een manuscript in de Santini-collectie in Münster zou hij in 1757 in Madrid overleden zijn. Da Storga wordt herinnerd voor zijn waardig en aangrijpend Stabat Mater en vanwege zijn talrijke kamerkantates voor één of twee stemmen. Emanuele da Storga is een tijdgenoot van onder andere Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi en Alessandro Scarlatti. Het Belgisch barokensemble Les Abagliati bracht in 2020 een debuut-cd uit met muziek van da Storga en zijn tijdgenoten. Je vindt deze cd in de webshop van Klassiek in de Kapel of je kan hem beluisteren via Spotify.